President Chandrika Prasad Santokhi werkt een zware agenda af in India. Sinds de eerste dag van zijn bezoek aan het Zuid-Aziatische land heeft hij diverse plekken bezocht en gesprekken gevoerd. Zo heeft hij vandaag in recordtijd een ingediend projectfinanciering met India goedgekeurd gekregen. Santokhi zegt dat de goedgekeurde projectfinanciering betrekking heeft op verbetering van het Early Warning System Delivery aan Surinaamse gemeenschappen, met als doel betere weerstand te bieden tegen overstromingen. Hiervoor is een bedrag van $250.000 geschonken door het India UN Development Partnership Fund, onderdeel van de Zuid-Zuid-samenwerking. Het bezoek van de president aan India heeft verschillende doelen. Zo heeft het Surinaams staatshoofd gisteren een bilateraal gesprek gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken van Panama, Janaina Tewani. Santokhi hoopt de relatie tussen Suriname en Panama te versterken, beginnende bij de benoeming van ereconsuls. Ook wenst de president het probleem rondom een transport en visa op de agenda te brengen, zodat ook dit wordt besproken. Hiermee kan niet alleen het toerisme worden bevorderd, maar ook potentiële investeerders geïnteresseerd worden Suriname te bezoeken en zelf te ervaren wat Suriname te bieden heeft. Het trainen van politieofficieren is ook aan bod gekomen in het gesprek, waar ook Suriname en Panama kunnen samenwerken. Het staatshoofd heeft ook een bezoek gebracht aan de economiezone in India. Bij twee bedrijven, Milan en Cummins, heeft de president en zijn delegatie een presentatie bijgewoond en een rondleiding gekregen. Milan, een van de grootste bedrijven die medicijnen fabriceert, kan bijvoorbeeld veel betekenen voor Suriname. De ondernemers die meegereisd zijn met de president hebben ter plekke een discussie gevoerd, waarbij geopperd is om te kijken hoe we als land wel kunnen profiteren, maar dan in CARICOM-verband. Suriname kan zelfs als een hub fungeren voor de regio. Intern zal dit onderwerp nog uitgebreid besproken worden. President Santokhi heeft vandaag ook een meeting gehad met de Indiase president Draupadi Murmu.